Kim Opdam en Ivo van Kampen uit Leiden zijn de eerste Nederlanders die een crowdfunding-hypotheek hebben afgesloten. Belangrijke overweging om hieraan te beginnen zijn de financiën. Als je puur kijkt naar de rente die we, de hypotheekrente die we normaal gesproken zouden krijgen, met dan het bij elkaar halen van het geld via de crowd, dan zit je op zo'n laag rentepercentage. Dat wordt gewoon niet aangeboden door een andere hypotheekverstrekker. Die lagere rente heeft volgens Vincent van der Noord van Jungo te maken met het deel van de hypotheek dat door de crowdfunders wordt opgehoest. Het voordeel zit hem erin dat als de crowdfunders meedoen met jouw hypotheek, dus als die investeren in je hypotheek, dan wordt de hypotheekrente die de huizenkoper betaalt een stukje lager. En dat heeft ermee te maken dat het voor banken en verzekeraars bijvoorbeeld heel erg duur is om het bovenste stukje van de hypotheek te financieren. En een crowd kan dat veel voordeliger. Maximaal is dat 20% van het totale bedrag. In dit geval 68.000 euro op een hypotheek van in totaal 340.000 euro. Kim en Ivo werven met de hulp van Jungo binnen 12 dagen 110 investeerders. Sneller dan verwacht. Mijn ouders zouden heel graag meefinancieren en mee investeren. En die hebben uiteindelijk niet het geld kunnen inleggen wat ze eigenlijk voor ogen hadden. Dus dat ging zo hard dat ze uiteindelijk de laatste waren die het gat gedicht hebben op het einde om de crowdfunding succesvol te maken. Voor de huizenkopers dus een lagere rente. Maar wat is het rendement voor de investeerders? Het is op dit moment met de huidige rentes kun je 2,8% verdienen op die investering. Met een looptijd van 8 jaar. Hoewel niet iedereen voor deze nieuwe hypotheekvorm in aanmerking komt, gaat het hier volgens de Consumentenbond wel om een goed doortimmerd concept. Probleem zou nog wel het aantal investeerders kunnen zijn. Nee, dat is de hele crux van wat we doen. Wij zorgen dat we op voorhand de hypotheek garanderen. Dus de hypotheek gaat ook door als er geen enkele crowdfunder meedoet. En hoe meer crowdfunders er meedoen, hoe voordeliger je hypotheek wordt. Dus je bent niet afhankelijk van de investeerders of je hypotheek doorgaat.